mensen, welkom terug in deze nieuwe video. En in deze nieuwe video spelen we weer terug Minecraft Revival. En we gaan voor de allereerste keer in de Nether Portal of breken gewoon deze blok en troll. Nee, grapje, we gaan op avontuur in de Nether. Dus waar ik eerst al. Sorry, ik ben echt gewoon verpest. Ik ga eerst wat spullen wegleggen. Dus dan gaan we de Nether Portal in. En de koeien zijn nog altijd niet gegroeid, nog altijd niet. En als die gegroeid zijn, dan kunnen we ze weer laten breeden. En dan kunnen we weer doden. En dan kunnen we weer meer enchanting dingen bouwen. Dus ik ga in ieder geval dat ik dood ga. Als mensen zich afvragen waar ik die TNT heb, die TNT. Ah, ik heb nog geen site. Ah, ja, boeien. Daar hebben we gelijk nog wat meer. Anyway, die boog nog er ook in. Die ga ik ook niet bijhalen. Zo. Dus ja, een ander woord, nu meld ik bijna niks mee. Die had ik wel nog nodig. Dus dit is wat ik meeneem. In ieder geval, ik dood ga hier. Dus steek daarin. Nice. Ik zal wel veel iron verspillen als ik weg. Als ik dood zou gaan. Maar ik vind het eigenlijk best spannend. Hoe gaan we de eerste keer in een Nether? Holy shit. Oké. 3, 2, 1. Op naar de Nether. We need to go deeper. We need to go deeper. Bam bam bam. Oké. Door wat het erbij moest, dat wist ik niet. Oh jee, yeah, naar Nether, jee! Yeah. En dit duurt lang. Het duurt helemaal niet lang. What the fuck? Like what? Ik zie wel niet veel. Oh wow. En wie zijn we dan met ze in de Nether? Wat ik eerst eens ga doen is squares meenemen. Huh? What? Huh? Oh. Ik heb een beetje lag. In de Nether. Het lijkt als server lijkt, maar what? Dat is raar. Nog nooit gehad. Dus ja, we zijn hier in de Nether. En misschien kunnen we wel een Nether Fortress zoeken. Ik hoor wel zo'n ghost. Maar hij is redelijk ver weg, denk ik. Want ik hoor hem ver. Zo. Dat was de slechtste imitatie ooit. Ik weet het zo. Dan hebben we 12 Nether Quartz. En dan kunnen we nice dingen. Kunnen we redstone repeaters mee maken. En oeh, het is naar vuur. Dus ik ga even al dat vuur hier een beetje blussen. Zodat hij niet in onze weg komt. En we gaan op avontuur in de Nether. Yay! En misschien een paar blazes zoeken. En ben al terug level 34. Best mooi. Ja of niet? Niet of ja. Wow. Oké. Dus hier is al sinds niet veel te zien. Er zijn wel zombie pigments. Die ik zo niet ga doden. En ik zie wel geen Nether Fortress. Dat is wel een beetje jammer. Maar we zullen wel verder gaan kijken. En ik ben echt iets heel belangrijks vergeten. Oh. Blokjes. Dus ik ga die gewoon hier pakken. Zo. Nice. En dan kunnen we misschien de volgende episode of zo beginnen aan de Netherbasis. Dat zou echt wel heel cool zijn. Zo. Nice. Mijn grootste schrik is wel dat ik mijn weg niet meer vind naar de portal. Dat zou echt heel kut zijn. Heel kut. Zo. Nice. En een stekje blokjes vind ik al genoeg. Dan kunnen we misschien een beetje meenemen als souvenir. Afwassen. Stekje, let's go. Oké, dus hier is niks. Ik ga gewoon de hele tijd één kant blijven uitlopen. Zo moet wel een beetje oppassen dat ik je niet afflikker. Ik wil wel eens zien. Oké, is dat. Zo. En als ik de weg zou kwijtgeraken, ik heb niet zo belangrijke spullen meer, dus ik kan dan gewoon doodgaan. Dus dat is zeg maar, ja. Nadeel, voordeel, weet ik veel. Daar is Soul Sand. Oh, dat ga ik ook wel van mee pakken. Ik heb hier wel 7, sorry. Ik weet niet hoe dat komt, maar ja. En ook wat glowstone. Ook natuurlijk. Ik ga gewoon niet. Ik heb wel wat FPS drops, maar dat komt omdat de world nog een beetje moet genereren. Dus daarvoor. Sorry voor die FPS drops. De world moet nog wel een beetje jennen.
valt geen Nether Fortress te zien. Jammer. Jammer. En de lava ziet er zo raar uit. Of ligt aan mij? Nee, het ligt niet aan mij, denk ik. Oh, die zwijk. We sprongen er gewoon over. Holy shit. Ja, ik durf wel niet te ver weg lopen, dwalen, als ik eerlijk mag zijn. Ik vind het wel leuk om deze in de Nether te zijn. Heel lang geleden, eigenlijk. Heel lang geleden dat ik deze in de Nether überhaupt ben gedurfd. Of gedurfd, wat? Was de algemeen Nederland... Laat even. Dank u. We kunnen weer voort. Ik ga gewoon naar daar in de hoop dat we een Nether Fortress vinden. En ik zei er net nog dat ik er niet moest afflikkeren. Nether Fortress, Nether Fortress. Elk soort van. We zoeken niet naar diamonds, we zoeken naar Nether Fortress. Wat best wel verschillend is. Ja, sorry voor die FPS drops. Ik had het al gezegd. De world moet een beetje kennen. Of misschien een beetje specifieker. De Nether. Dus ja, dan ga ik ook 10 blokjes van meenemen. Sorry Nether als je dat niet leuk vindt. Maar anyway. Zo, we hebben onze 10 blokjes. Dus ja. Zal zijn, het is wel heel leuk om multiplayer in traps te zetten. Want het is zo. Op Salcent, als je zo traag loopt en je kunt niet weg. En de lava stroomt sneller. Ja, dat is best aanjagend. Aanstaanjagend. Ja, en hier liep de zee dan gewoon dood. Leuk. Dus we zullen terug moeten. En kijken naar een andere kant. Want ik ben trouwens ook al best ver aan het afdwalen. En dat is ook niet de bedoeling. En mijn voet strak op. En dat is zeker niet de bedoeling. Dat moet je niet hebben. En ja. Ik vind het wel jammer dat we geen Nether Fortress vinden. Echt heel jammer. Want ik had over laatst eens een survival aangemaakt. Of creatieve wereld. En ik dacht, ik ga eens naar de Nether. Lol. En... ja, ik spawnde in de Nether. En ik had al direct een fortress. En dat was very, very, very nice. Ik kom trouwens vandaar, dus ik ga wel een brugje bouwen naar daar. Als ik hier ooit eens terugkomt, ja. Zo. Hopelijk is er geen ghost of zo die mij eraf dieft. Zal best wel kut zijn. Zo. Nice. En dan ga ik gewoon terug naar daar. Ik denk dat ik van die richting kom. Ik denk het wel. En wat we kunnen ook, doen... is door de plafond glitchen. Ah ja, door het plafond, een beetje een raar woord. Door de bedrock die boven de Nether zit. En voor de mensen die niet wisten dat dat ging, ja, dat gaat. Zo. Gaat dat redelijk snel? Nee. Nice. Maar het is misschien wel leuk om aan glowstone mee te doen. Ik gebruik glowstone nooit echt lelijk vinden, maar ik vind het wel leuk om een redstone of. Dus ik even heel meer in deze episode. Misschien is het maar Nether en zo. Onze goodies en zo. Onze dingen die we vinden in Nether. Zoals. En ja. Daar. Was ik hier niet af? Ik was hier afgevallen, jawel. Ik zit wel juist. Of dat leek gewoon op elkaar, zeg maar. Ik ga gewoon die richting uit. In de hoop dat het de goede richting is. Oh, dat doe ik niet meer. Even regenen. Nice. En... oh my. Nu ben ik echt heel gevaarlijk aan die tuk live mensen. Holy shit. Ik kwam al voorbij mijn Nether portal. Laten we hopen van niet. We vinden hem wel terug. Ik bedoel, hij kan toch niet ver weg zijn. De portal. Zo. Nu zit ik serieus aan een andere lava meer. Ja, ik ben echt zo de weg kwijt, mensen. Dat is echt gewoon zo kut. Waar de fuck kwam ik? Heerlijk. Ja, en dat is niet de bedoeling. Zo, terug. Yo, mensen, ik ben terug. En zoals je ziet, ik ben al mijn spullen kwijt. Ik heb de weg niet meer teruggevonden. Dus ik heb gewoon mijn eigen laten doodgaan. Dus, het is ergens wel jammer dat ik ben doodgegaan natuurlijk. Maar we mogen natuurlijk langs de andere kant ook weer blij zijn. En we hebben die natuurlijk uitgeleerd.
Ik mag blij zijn dat ik mijn diamond pickaxe niet. Ik ben nu misschien wel mijn level 34 wel kwijt. Onze enchanting table was toch niet af. Ik heb gewoon niks aan te doen. Ik bedoel, leven is door. We zullen ooit eens terug aan level 30 geraken. Maar anyway, dan sluit ik deze video af. Dus ja, vond ik deze een keer. En de volgende keer weer. Ik zit een beetje in zakken. Tot dan. En oude bitch.